The pump stations die lid zijn van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, SSEB, besloten vanmorgen om 11 uur hun diensten te hervatten. Suriname werd wakker met het nieuws dat de pompstations in actie waren, hetgeen zorgde voor een enorme drukte bij pompstations die wel open waren. Van bondsvoorzitter Guno Kastelen vernamen wij dat zij vanmiddag om 4 uur met het ministerie van Economische Zaken om de tafel ging. De pompstationhouders die nemen zoveel risico's. Zo'n veiligheid zelf is in gevaar. Want zij kunnen eigenlijk dat geld voor zowel de oliemaatschappij als de overheid. Dus we hebben gezegd we moeten het aanpakken en zijn dus daar onmiddellijk in actie gegaan. Eerst wilde men de hele dag pakken. Ik heb het toen gevraagd van geef me mandaat om dat tijdstip te kunnen verschuiven. Maar laten we 30 uur uitgaan van zien hoe dat ik voor die tijd dan al bericht heb van de overheid of de oliemaatschappij. We hadden direct na de vergadering bericht van de directeur. Die zegt dat ik al had gesproken. Maar die deelde ons mede dat vanuit de overheid die koers al was bepaald op 21. Dus die maatschappij zijn, de oliemaatschappij zijn gesurfd om de koers in FND aan te passen voor de retailers. Dat was niet voldoende, dat was geen volledige oplossing, was het deel van de oplossing. En we hebben ongeveer 11 een bericht ontvangen van de minister van Libische Secretariaat. Dat we vandaag 4 uur daar kunnen zijn. Kastelen zegt te hopen dat er goed nieuws uit de bus komt, zodat de pompstations hun diensten kunnen garanderen. Ik ga met de minister, we gaan met de minister praten. Ja. De minister van Economische Zaken die schijnt onvermogen te zijn. Het vraagstuk dat rechtstreeks verband heeft met haar beleidsgebied aan te passen. Ze heeft niet de moeite genomen om te bellen of een brief te schrijven. Als dus Bibi ons uitnodigt, dan gaan we naar Bibi, dan gaan we met de minister praten. De regering is één en ondeelbaar, dus het maakt niet uit met wie we praten van de regering als het probleem maar wordt opgelost. Voor Kastelen was het belangrijk aan de regering de beste oplossing voor de sector, de overheid en het publiek voor te leggen. Zolang er geen goede verstandhouding of oplossing is, zullen de acties van de SSEB niet worden afgeblazen voorlopig.